allemaal! Hoi! In deze video gaan we de mini marker maker van Crayola uitproberen. Een paar weken geleden kregen we 3 producten van Crayola, waaronder deze. Mini marker maker. Ja, we kregen washables. Heb je eentje voor mij in beeld? Dat zijn schattige diertjes die je kan kleuren en die je vervolgens weer kan schoonwassen en dan weer opnieuw kan kleuren. En we kregen ook de Crayola Crayon Pen. En dat is een pen waar je dan van die krijtjes in kan stoppen. En die smelten dan Die smelten in de pen en dan kan je dus met gesmolten was tekenen. Dit komt allemaal uit de doos. 3 kleuren, roze, geel en blauw. Blauw. En het is vloeibaar wat erin zit. En ik heb geen andere video gekeken, dus ik heb echt geen idee. Ik ook niet. Wat we moeten gaan doen. Ja, mijn dochter zei meteen, dit is een leuk tafeltje voor het poppenhuis. We gaan nu eerst maar gebruiken voor het maken van krijtjes. Yeah. Alleen hoe? Dat wordt de vraag. Ja, maar dat gaat waarschijnlijk duidelijk worden als ik dit heb opengemaakt. Dat is dan de gebruiksaanwijzing. En dan gaan we ook weten wat dit allemaal is. Het ziet er wel heel ingewikkeld uit. Het ziet er inderdaad heel ingewikkeld uit. Dus ik hoop maar dat het meevalt. Kan je dit makkelijk openen? Ja, ik kreeg hem net niet open. Zo. Er zitten staafjes in, buisjes. Ja, ik denk dat ik even een schaartje heb. Gebruiksaanwijzing is in veel talen en gelukkig ook in het Nederlands. En alleen maar dit stukje moet dan genoeg zijn om krijtjes te kunnen maken. Of viltstiften te kunnen maken. Het zijn helemaal geen krijtjes. Nee. Ja, dit is dit stuk, dus dan zou het moeten meevallen. Ik stel voor dat we het eerst zelf gaan uitproberen. En dat we dan gaan vertellen hoe het moet. Okay. Zie je hier onze allereerste stift. En het was First B, heb je hem genoemd. Yeah. En het was veel gemakkelijker dan je dacht, hè? Ja. Ik haal de dopper even af en dan laat ik zien dat hij het ook echt doet. De allereerste stift die je helemaal zelf gemaakt hebt. First B. Ja, First B, ja. Ik ga je nu laten zien hoe je de stiften kan maken. Je hebt hier een kleurenkaart en dan kan je dus de kleur uitkiezen die je wil maken. Deze hebben we net geprobeerd. Ja. 16 druppels blauw en 4 druppels geel. Welke kleurstift gaan we nu maken? Deze. 13 om 7 of 6 om 14? 6 om 14. Oké, 6 druppels geel en 14 druppels magenta. We gaan zo meteen in deze maatbeker de druppels doen. Uit deze 2 flesjes, geel en magenta. En dan hebben we een stift nodig die het absorbeert, zometeen al het kleurstof. Dit is de punt van de stift. Die moeten we zometeen in deze doen. Ja. In de lange. En die stift die alles gaat absorberen, die doen we hierin. Ja. En dit is de dop. Nou, mocht je nu denken, wat zeg je allemaal? We gaan het je stap voor stap laten zien. Ik begin nu met 6 druppeltjes geel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En daar gaan nu 14 druppeltjes roze bij. Magenta. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dit is de stiftvulling. En die drukken we nu in dit kleine dopje. En nu plaatsen we de vulling van de stift in de inkt. En dat ziet er heel grappig uit. Want dan zie je dat al het inkt weggaat. Ja, je ziet nu dat het in de stift trekt, want dat is het, hè? Daar zie je dat het omhoog komt. En daar zie je inderdaad dat het omhoog komt. En dan moet je net zo lang wachten tot alles weg is. Dat inktje, is alles al weg? Ja. Kijk, ik vind dat heel grappig. Alleen al dit stukje. En dit is heel gemakkelijk schoon te maken door het even onder een warme kraan te doen. En dan droog te maken met een papiertje, een keukenpapiertje. Nu hebben we dit omhulsel nodig. En daar drukken we deze punt in van de stift. Zo. En vervolgens plaats je dat in deze houder met de punt naar beneden. En dan zet je dit neer. En dan gaat de stift in dat omhulsel. Dat ga ik nu doen. Zo. En dan gaat dit dopje erop. En moet je hard doorgaan tot je een klik hoort. Ja, ik heb het net niet gedaan. Jij hebt het gedaan, dus ik hoop maar dat ik het goed doe.
En dat is. Als het goed is, heb ik nu een stift. Allereerste stift gemaakt. Want dit is mijn eerste stift. Je maar had, eerst... Je had die blauwe gemaakt. Eerst moet je nog een soort van... wat ik deed, is dat puntje tegen papier aantrekken. En dan hier een klein beetje in knijpen, zodat de vulling naar beneden komt. Zoals je ziet is de punt nu nog wit. Dus nu kan je er nog niet mee kleuren. Dus je moet een beetje geduld hebben nog op papier. Een beetje drukken. En jij kneep ook hierin, maar het is helemaal hard. Denk je dat dat echt helpt? Kijk, je ziet dat die inkt nu steeds meer naar beneden trekt. Maar dat gaat heel erg langzaam. Gaat heel langzaam. Even geduld hebben, ja. We gaan gewoon verder met de volgende kleur. Die mag jij helemaal doen in je eentje. Dan kunnen we zien dat het voor jou ook heel gemakkelijk is om te doen. En dit is de dop. Die doe ik erop. En die inkt, dat staat in de gebruiksaanwijzing, kan wel lelijke vlekken maken. Dus je moet echt wel voorzichtig zijn als je hiermee werkt. Zo, dop kan je erop drukken. Wat is het op je hand gehad? Nou ja, dat krijg ik wel uit. Maar niet, ik denk niet uit kleding. En die dop is meteen een soort, hoe noem je dat? Sleutelhanger. Je kan hem in ieder geval ergens aan vastmaken, zodat je hem altijd bij je hebt. Mijn moeder is dat, cupje aan het schoonmaken. Dan kies ik alvast de kleur. En ik kies deze, paars. Je hebt je kleur al gekozen, hè? Wat ga je doen? Paars. Ja, en hoeveel druppels moet je nu eerst van magenta? Ik ga 17 magenta druppels doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17. Oh, nog eentje. En nu 3 druppels blauw. 1, 2, 3. En het is niet erg als het niet helemaal klopt. Heb je gewoon weer een nieuwe kleur ontdekt. Ja. Nooit te veel dan. Nee, niet meer dan 20 druppels totaal. Oké, nu pak je de vulling. Deze. Kan je dat voor de camera doen, denk je, met dat dopje? Ja, dus het kleine dopje. En dan heb je de vulling. Deze kant. Ja, en dan doe je dat er dus in. Ja. En dan doe je hem er in. Oeh. Ja, weet je wat ik niet begrijp? Wat? Dat het dan ook met elkaar gaat mengen. Want ik zou denken dat je eerst ook nog eventjes moet roeren. Maar dat staat maar er dat niet in. Dat deden ze niet. Nee. En dan pakken we deze erbij. Ja, maar eerst wachten tot alle inkt geabsorbeerd is. Het is alle inkt. Denk je? Ja. Eens kijken als je hem, als je hem nu voorzichtig uithaalt. Nou ja. En wat heb je nu nodig? Je hebt het lange omhulsel. Omhulsel nodig en het punt van de stift. Ja. En dan doe je het met de andere kant van de punt. Doe je hem erin. Ja. En dan doe je hem andersom erin. In de houder. En dan de stiftvulling, de inkt. En die doe je erin. Voorzichtig een beetje duwen. Ja. Zo, en dan pak je de deksel. En dan doe je tussen een klikwoord. Zo. Klik. Nu is die klaar. Ben benieuwd. Tada! En dan pakken we nog een dop erbij. De stift is nu klaar. Nog even de dop erop. En hoe kan het als jouw punt nu al gekleurd is? Want hoe ging dat zo snel? Kijk, bij mij is dat inmiddels ook gebeurd. En ik heb hem gewoon neergelegd, dus dat gaat uiteindelijk vanzelf. Nee, je hebt een papiertje nodig en dan druk je hem een beetje en dan knijp je erin. Dat knijpen, dat begrijp ik niet. Het knijpen lukt er. Dat helpt echt? Ja, ik drukte hem niet eens en toen zag ik hem wel bewegen. Je kan die stickertjes gebruiken om op je marker te plakken. Oeh, ik doe dit best goed. Purple. En die? Doet die het inmiddels ook goed? Ja! En je kan kiezen hoe je hem wil opplakken, zo of zo. Ja. Ik plak hem zo. Je hebt nog geen groen gemaakt, hè? Ja. Die kan je zo meteen maken. Nou, dan kan je die kleine stickertjes inkleuren of gewoon een kleurplaat.
Ik weet niet of het nu viltstiften zijn of markers, neonmarkers, of allebei. Maar je kan er in ieder geval mee kleuren. En als het niet meteen goed doet, moet je gewoon even geduld hebben. Dan moet die inkt gewoon nog iets meer naar de punt toe zakken. We hopen dat we jullie nu hebben kunnen laten zien hoe je deze mini-markers heel gemakkelijk kunt maken. Wat vond jij ervan? Leuk. Ja, vind je het leuk om te doen, dat mengen met de kleurtjes? Ja. Wat ik alleen niet weet, is of je ook een navulling kan kopen, want op een gegeven moment is de inkt op. Ja, misschien staat dat in de gebruiksaanwijzing. Als ik dat weet, dan zal ik dat in de beschrijving onder deze video zetten. Maar voor ons is het nu tijd om deze video af te sluiten. Maar ik heb nog een vraag. Je hebt nog een vraag. Wat wil je vragen dan? Mag ik ze meenemen naar school? Naar school? Ja. Jazeker mag dat. Yeah. Nou, tot zover deze video. We hopen dat je het leuk vond. Funny, bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag! Dag.